Welkom in het CRO Café aflevering 7, de podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Jansen en vandaag praat ik met Roderick Reigenbach, neuropsycholoog en een van de oprichters van Braingeneers. Zij proberen emotional analytics toegankelijk te maken voor iedereen en hebben daarvoor onder andere een emotional analytics software platform ontwikkeld, waarmee emoties visueel zichtbaar worden, waaruit je weer kan afleiden waar de belangrijkste optimalisatiemogelijkheden liggen om je gebruikservaring te verbeteren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Effective Experiments en Convert.com. Mocht jij nu ook een interessante tool of dienst hebben voor CRO-specialisten of gewoon deze podcast willen ondersteunen, dan kan je zowel zakelijk als privé partner worden van de podcast. Daarvoor ga je naar cro.café/partner. Ja, Roderick, welkom in het CRO-café. Vertel, waar kom jij nou elke dag je bed voor uit? Ja, wat ik doe in het dagelijks leven is naast een hele leuke start-up runnen samen met mijn compagnon Max van Kaathoven. Ja, dagelijks kijken in het brein van consumenten en achterhalen welke emoties zij ervaren terwijl zij kijken en interacteren op websites. Om op die manier inzichten naar voren te halen en hoe je websites kan optimaliseren. Door het weg te halen van deze frustratie, bottlenecks. En Braingeneers bestaat al nu iets van 5 jaar, geloof ik? Volgens mij bestaat Braingeneers nu ongeveer 6 jaar inmiddels. Okay, in ieder geval van idee, concept, tot waar we nu staan. Ja. Maar in de markt hebben we zelf een mijlpaal gezet op 2015. Dus ja, dat is pak een beetje 4 jaar. En waren jullie echt begonnen met het bouwen van een tool? Volgens mij niet, toch? Jullie waren begonnen gewoon meer op advies. Nou, we zijn gestart met het idee om met neuropsychologische of sociaal-psychologische inzichten communicatie te verbeteren. Dus eigenlijk heel breed. Ja. En met het motto, iedereen kan een Braingeneer zijn. We wilden eigenlijk op een begrijpelijke wijze dat iedereen snapt hoe psyche werkt het verbeteren van consumentenbeleving. En sporadisch kwam eigenlijk een methodiek naar voren. Dus een combinatie met EEG en eye tracking. Ik ben zelf neuropsycholoog, dus ik heb daar ook wat studies over geschreven. En zodoende kwam sporadisch eigenlijk een methodiek genaamd neurousability. Het beste toepasbaar was dus ook in online. Ja, de toepasbaarheid was natuurlijk ook breed. We deden bijvoorbeeld ook metingen van passagiers tijdens vluchten met deze methodiek. Maar wat zo helder was, omdat je terug kon kijken hoe participanten door een webflow heen ging en wat een emotionele beleving was. Dat had een enorme meerwaarde. Uiteindelijk ook het idee een beetje gepitcht. Want het was een beetje nog een begin, was nog een ruwe kristal, om maar zo te zeggen. Een ruwe diamant. En dat is zo uiteindelijk gelopen dat we het idee dachten van als we dit nou in een cloud zetten, bijvoorbeeld die Adobe Creative Cloud, dan kan creatieven snel eigenlijk agile hun designs optimaliseren. Ik dacht, het idee gaan we misschien pitchen aan Adobe en we hadden contacten al verzameld. Ik dacht, straks jatten ze ons idee. En toen hadden we gedacht, we gaan het zelf maken. Dat is een heel traject geweest, ook met investeringsrondes, externe partijen die een MVP hebben gebouwd en uiteindelijk ook intern getrokken. Nu een heel mooi emotion analytics platform. Ja. En dat gaan we ook verder uitbreiden. Door je designs door jullie tool heen te halen, tool heen te halen, bied je enorme meerwaarde. Wat is die meerwaarde? De meerwaarde zit hem in de emotion analytics. Dus wat we merken is dat klanten, of onze klanten of door brands, behoefte hebben om een emotionele intelligentie te verhogen, om maar zo te zeggen. Dus zij snappen dat een emotionele connectie met de klanten, met hun consumenten, een 2 keer hogere meerwaarde heeft dan alleen maar tevreden klanten. Dus we hebben het over user experience. Ze willen de beleving verbeteren. Ja. Maar die beleving gaat eigenlijk dieper. Ze willen een emotionele band creëren met consumenten. Dan merk je bijvoorbeeld waarom dat zo belangrijk is in de nieuwe generatie. De nieuwe generatie is millennials. Dat ben jij ook, Guido, neem ik aan. Dat zijn wij allebei. Maar ook een komende generatie. Ja, dat is Generation Z. Dat zijn eigenlijk millennials on steroids. Op anabolen. Ja, die geven alleen maar om coolheid van merken. Die willen alleen maar directe beloning. Ja, die willen daadwerkelijk die emotionele connectie hebben met ook platformen, user interface. Alvorens zij mee gaan starten, alvorens zij loyaal daar blijven of een ambassadeur zijn,
ja, en je merkt het natuurlijk ook terug in de conversie. Dus ja, voor onze klanten was dat die inzicht, die emotion analytics, het begrijpen van de beleving, het werkt emotionele beleving van consumenten, dat achterhalen, dat is iets waar ze in willen investeren. Dus ja, eigenlijk innoveren eigenlijk. Hè? Dus kijken, wat kunnen we eruit halen? Daarom zijn we dus ook als Brandtrainers een start-up. Hè? Dus kijken, van, is het relevant? Hoe kunnen we die relevantie bieden? Hoe kunnen we dat verbeteren? Nou, en de toepassing wordt vooral nu heel erg gezet in conversieoptimalisatie. Ja. Daarom zit hier. En voor die conversieoptimalisatie, emotie, voor veel mensen is het een beetje een vaag begrip natuurlijk. En nou, ik ben ook psycholoog en dan heb je wel eens wat uit te leggen van, oké, jij is niet een beetje geitenwolle sokken. En hoe meetbaar is dit, zeg maar? Hoe kun je die emotie kwantificeerbaar maken, zodat we de CRO-specialisten en analisten daar ook blijven worden? En zeggen van, oké, hier kunnen we inderdaad wat mee. Ja. Nu hebben we cijfertjes. Ja. Hoe doen jullie dat? Nee, inderdaad, emotie is een filosofisch begrip. Wat inhoudt, ja, iedereen heeft geeft een andere betekenis aan emoties. Maar ja, wij passen emoties toe in user experience. Oftewel, ja, wij moeten gewoon weten wanneer iemand frustratie ervaart, omdat de interactie met een interface niet goed is verlopen. Oftewel een negatieve emotie aan een ervaring die niet voldoet aan een verwachting online. Hetzelfde geldt voor een positieve emotie. Je bekijkt content, of je bent bezig met iets wat je leuk vindt. En dat heeft een positieve emotie. Nou, dat blijft nog steeds vaag. Dus hoe maken we dit meetbaar? We kijken letterlijk in het brein van consumenten. Terwijl zij usability taken uitvoeren. Nou, usability is gebruiksgemak online testen. Dus je krijgt een opdracht. Die gaat door een webflow heen. En tijdens het uitvoeren van deze opdracht meten we die hersenactiviteit. En die hersenactiviteit, die patronen, gaan we dan ontdekken in die hersenactiviteit, die we weer kunnen associëren met emoties. Oftewel, we gaan op zoek of we emoties kunnen ontdekken uit hersenactiviteit. Roderick, letterlijk in je brein kijken, dat klinkt wel heel eng. Jullie gaan niet met een cameraatje naar binnen, toch? Nee. Ik zou niet weten welke ingang je dan moet gebruiken om dat te kunnen doen. Ja, precies. Nee, maar jullie, mensen krijgen zo'n matje op hun hoofd, wat mensen wel kennen, denk ik. Die meet wat voor brainwaves er onder de schedel plaatsvindt. Ja, klopt. Het is EEG wat we toepassen. Ja. Inderdaad, het is eigenlijk een hoofddeksel wat je opzet. Tegenwoordig lichtgewicht, draadloos. Het is eigenlijk bijna niet in de gaten. En daarmee meet je dus hersengolven, om maar een volksmond zo te noemen. En uit die hersengolven proberen we dus patronen te ontdekken die we dan kunnen associëren met emoties. Oftewel, op die manier kunnen we emoties detecteren. Nou, klinkt nog steeds allemaal heel moeilijk, maar wat ziet nou eigenlijk onze klant in de Emotion Analytics? Op het moment dat je als gebruiker inlogt in de Emotion Analytics platform, dan zie je eigenlijk alleen maar grafiekjes, oftewel lijntjes. Een rode lijn, een gele lijn en een groene lijn. Rood frustratie, geel aandacht en groen enjoyment. En die lijnen die verschijnen terwijl je eigenlijk de user interaction kan volgen van één specifieke participant. Dus je kan meekijken met een participant hoe hij door een webflow heen gaat. Dus elke stap die hij neemt, waar hij naar kijkt, waar hij op klikt. En tegelijkertijd kun je die emoties volgen. Nou, mocht er bijvoorbeeld een enorme piek ontstaan in frustratie, ja, dan is dat interessant. Wil je weten hoe men geïnteracteerd heeft? En misschien wil je eigenlijk ook wel feedback op dat moment vragen van die participant. Nou, ook die klantfeedback, dus die user feedback, die verzamelen in het platform op basis van pieken in emotionele beleving, dus frustratie of aandacht of enjoyment. En dat doen we achteraf. Wat we doen, we laten eigenlijk die participanten zelf kijken naar die video's, hoe ze geïnteracteerd hebben online, met die emotionele beleving bij, dus de grafiek die eronder loopt, dus die lijntjes, kleurlijntjes. En bij die specifieke pieken wordt uitgevraagd van, hey, hoe komt het nou dat jij deze emotie hebt ervaren? En dat verzamelen dan eigenlijk met de interactie die heeft plaatsgevonden. Dus de emotie, interactie en feedback is dan op die manier bij gekoppeld. En doe je niet voor één participant, natuurlijk voor meerdere participanten. Om die manier te kunnen kwalificeren waar je prioriteit moet zetten. En een gemiddeld onderzoek, hoeveel participanten praten we dan over? Ja, we doen minimaal 10 participanten per test. Usability-onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Je gebruikt eigenlijk alleen maar om hypotheses te vormen. Ja. Dus met 10 participanten ook snel. Wat je weer kan gebruiken als input precies, voor de AB-test. Inderdaad. Om beter te kunnen begrijpen van, hey, wat waren nou eigenlijk die verwachtingen van de consument?
hoe kunnen we dat beter begrijpen en hoe gaan we nou een juiste hypothese vormen voor inderdaad een AB-test. Zien jullie dat veel gebeuren, dat jullie werken als input voor AB-testen wordt gebruikt of wordt het vaak gewoon doorgevoerd? Wat is het niveau van de klant? Hoe gaan ze daarmee om? Ja, het hangt natuurlijk af van het niveau van de klant, hoe ze ermee omgaan. Ja. Ja, hoeveel resources, visitors ze überhaupt hebben op een website om te kunnen valideren of een effect heeft, of het heel lang gaat duren. Ja, efficiënte wijze is inderdaad deze methodiek, hè, dus de hypothese vormen. Dat geeft een input voor AB-testen. Dan ga je dan een validatietest dan uitvoeren en dan doorvoeren. Maar ja, in sommige gevallen kunnen we ook prioriteiten geven van hey, 10 van de 10 participanten hadden frustratie op dit onderdeel van deze pagina. Misschien de homepage, misschien het begin van de tunnel. Dat kan al reden genoeg zijn om misschien direct al door te voeren, omdat het misschien zo'n no-brainer is. Dat je daar eigenlijk al direct kan kijken van hey, dit gaan we gewoon doorvoeren en kijken wat het dan oplevert. Maar de verwachting is eigenlijk al zo hoog, of de verwachting zal waarschijnlijk zo zijn dat het een verbetering gaat opleveren in conversie. Dus laten we maar gewoon direct doorvoeren. Jullie zeggen, na het onderzoek laten de mensen hun eigen filmpje zien. Dan kunnen ze zien, oké, hier had je frustratie, hier was je aandacht even kwijt, dit vond je leuk. Er zijn ook genoeg psychologen die zeggen van ja, dat is leuk dat je aan participanten gaat vragen. Maar onze neocortex is een soort passagier, zeg maar. Ja. onze hersenen die doen gewoon dingen. En die passagier, onze neocortex, die moeten maar een verklaring voor zien te vinden. Hoe nuttig zijn die comments die mensen dan nog geven? In hoeverre kun je daar gewoon mee? Moet je dat echt met een flinke korrel zout nemen? Of zijn dit daar hele nuttige dingen tussen? Nee, wat wij hebben toegepast in de Emotion Analytics is text mining. Dus op het moment dat er significante punten ontstaan, dus een piek in frustratie op een bepaald moment tijdens een flow, en het komt overeen met meerdere participanten, dus bijvoorbeeld 10 van de 10 hebben dezelfde ervaring, en ze geven dezelfde feedback, ja, dan krijg je een meerwaarde. Ja. Als het maar een enkeling is, inderdaad, dan zou je dat met een korrel zout kunnen nemen. Dus we kijken echt naar de top findings in zo'n test. Dus waar overeenkomsten zijn tussen meerdere participanten. Zelfs beleving, zelfs feedback. Die krijgt de hoogste prioriteit. Maar goed, soms in de test hebben we iets van 120 punten die naar voren komen. Dus daarom is een rangschikking ook heel belangrijk. Je kunt aan elk feedback, aan elk significant punt weer waarde aangeven. Maar juist een overeenkomst tussen meerdere participanten, ja, dat geeft een hogere meerwaarde. Waar in het proces zitten jullie vooral? Waar vinden jullie het fijn om te zitten? Want ik kan me voorstellen dat bedrijven maken een nieuw design, een nieuwe website bijvoorbeeld, of een nieuw product. En dan komen jullie langs, jullie gaan jullie analyse doen en komen met advies voordat iets live gaat. Of zitten jullie vaak meer in een live omgeving, iets dat al geproduceerd is, dat al live is? En gaan jullie dan ingrijpen? Ja, de Emotion Analytics wordt met name toegepast op live websites. Dus echt voor website optimalisatie. Okay. Dat heeft meer te maken dat wij de journeys doortesten. Dus op het moment dat je bezig bent met design, heb je meestal een losse pagina. Dan pak je de journeys achter elkaar, maar het is niet helemaal clickable. En we meten eigenlijk emotionele beleving. Mm-hmm. Dus op het moment dat knoppen niet werken. En dan zie je dat echt terug als frustratie. Ja, precies. En je geeft alleen maar ruis in de data. Het moet wel een hele goede demo zijn. Ja, het moet echt een feilloze demo zijn. Willen we het kunnen testen. En in ieder geval daar hele mooie analytics naar voren kunnen halen. Dus ja, met name voor website optimalisatie. Ja, we zijn bezig met nieuwe producten. Om te kijken ook of we die statische testen. Of we dat, statische pagina's kunnen testen. En het heeft dan hoe we dat willen gaan maken. Is gebaseerd op data en voorspellingen. Dus we hebben ontzettend veel emotiedata verzameld door de jaren heen. En heel veel interactiedata, dus eye tracking en mouse tracking. Ja, en op basis van image recognition zou je dus al kunnen herkennen van hey, dit is een chatbot. En dat lijkt op heel veel andere chatbots. En ik kan vergelijken met onze data, hebben we dat al eerder al meegemaakt. En welke emoties horen erbij? En welke feedback hoort erbij? Zodat we op basis van voorspellingen, met als grondslag data. Ja, eigenlijk ook dit soort informatie kunnen geven, wat weer interessant kan zijn voor design sprints. Dus aan het begin van een nieuw design. Ja. Omdat je naar een sprint een week al iets hebt staan, dan kun je het eigenlijk doorheen halen. Om te kijken van, hey, wat doet het nou eigenlijk op beleving en de emotionele connectie met de consument, met de user.
Zolang het maar redelijk goed geheel is, dat mensen niet gefrustreerd raken doordat je functionaliteit überhaupt nog niet werkt. Nee, precies. Hey, en ik ben wel super benieuwd hoe die participanten, jullie zeggen, nou ja, we nemen het 10. 10 is niet heel veel natuurlijk. En ik bedoel, ik heb ook genoeg psychologisch onderzoek gezien, neurologisch onderzoek gezien. Dan heb je ook wetenschappelijke publicaties met 5 proefpersonen. Ja. het gedrag is zo stabiel met bijvoorbeeld oogbewegingen en saccades maken. Dat zo stabiel, ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Daar kun je met heel weinig mensen kun je al mee. Hoe zit het bij jullie? Zit er een groot verschil in? Hoe selecteren jullie de proefpersonen? Moet je daar rekening mee houden? Zijn dat dan altijd klanten of hoe stabiel zijn die patronen? Ja, participantenwerving is iets waar we zeker rekening mee houden. Dat houdt in dat wij, ja, zo gezegd, Nederland representatief een klantenpanel wil doen. Nou, met 10 participanten is dat natuurlijk heel lastig. Maar we proberen altijd een juiste mix te maken van seksen, opleidingsniveau. Ja, ik kan me voorstellen, zeg maar, dat die mix misschien niet eens heel veel uitmaakt als het een heel basic reactie is. Want jullie meten natuurlijk die emotie. Als dat bij heel veel mensen, over heel veel mensen gewoon gelijke reacties geven op bepaalde stimuli, dan maakt het misschien niet eens heel veel uit hoeveel spread je, zeg maar, hebt in je doelgroep. Maar wat je zegt inderdaad, 10 participanten is een voor kwalitatieve testen is voldoende om inzichten naar voren te halen. Inderdaad, je zou altijd wel rekening moeten houden met je doelgroepsegmentatie. En op het moment dat jij bijvoorbeeld heel in de zakelijke markt zit, kun je niet met normale consumenten gaan werken en dus B2B. Schrijf je heel andere verwachtingen en gaat heel anders gedrag vertonen. Ja. En dat, vooral dat laatste, het gedrag vertonen, daar merken we eigenlijk het grootste verschil voor je doelgroepsegmentatie. Dus we proberen steeds meer rekening mee te houden, ook met klanten. Dus bijvoorbeeld, voor T-Mobile, zijn T-Mobile klanten ja of nee? Op het moment dat jij een T-Mobile klant bent, en je hebt al eerder natuurlijk al kennis gemaakt met de user interface van T-Mobile, dan ga je ander gedrag vertonen. En er vallen andere zaken wat meer of wat minder op. Dus er zit zeker wel een verschil in. Ook tussen culturen trouwens. Dat merken we nu ook meer internationaal aan het test zijn. Dat er toch echt een degelijk verschil is tussen de westerse markt en de Aziatische markt. Oké, leuk. Ja. Maar goed, probeer zo goed als mogelijk rekening mee te houden. Maar hou wel rekening mee. Blijf kwalitatieve inzichten. Inderdaad, wat je zelf had aangegeven. Met 10 participanten merk je wel dat gedragingen relatief hetzelfde zijn. Maar ieder mens blijkt toch altijd wel anders te zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat sommige dingen... Kijk, iets wat opvalt is meestal iets wat anders is. En daar reageren mensen natuurlijk goed op. Iets dat onverwacht is. Maar wat onverwacht is voor verschillende culturen. Iets is heel normaal in Japan. Maar is bizar voor ons. Dus dan krijg je natuurlijk een hele reactie. En daarom kijken we altijd naar de meest significante punten, dus waar de overeenkomsten zitten tussen de participanten. En wat rolt daar dan uit? Want jullie gaan het onderzoek doen. Rolt er dan inderdaad, wat je zei, een lijstje met top aanbevelingen gerankt op waar mensen de meeste frustratie of joy of waar mensen snel de attention verliezen? Ja, eigenlijk wel. Er ontstaat een enorme rangschikking van top significante bevindingen. Maar wel in een online interactief dashboard. Dus eigenlijk de testen waar je het dus over hebt, dat is redelijk snel uitgevoerd. We hebben maar 2 werkdagen nodig om dat te doen. Alle data wordt automatisch verzameld en komt direct in een dashboard terecht. Want iedereen wil agile werken, het moet dan snel worden opgeleverd. Dus in ons dashboard, daar zie je eigenlijk alle emotion analytics. Dus de hele emotie customer journey, uitgelijnd van bijvoorbeeld de homepage tot aan de checkout. Met alle emoties weergegeven. En dus waar in welke stap zie je het grootste piek in enjoyment of aandacht staat. Een prioriteitenlijstje, dus wat je zelf aangaf. En dus met die meest significante bevindingen, waarbij je kan zien van 10 van de 10 participanten hebben deze frustratiepiek ervaren op dit onderdeel van de pagina. Maar ook page analytics, stel je bent product owner van een specifieke onderdeel van die flow. Specifieke pagina of misschien een pop-up. Die informatie kun je allemaal losvinden. Van, wat zijn al die belevingen geweest van deze pagina? Maar ook met daar in de rangschikking. Maar je kan ook losse video's van participanten kijken. Dus je even met een participant mee kan kijken waar hij heeft naartoe gekeken op je user interface. Waar hij op heeft geklikt en wat zijn emotionele beleving is geweest. Dus even in de huid kan kruipen van die consument, van jouw gebruiker.
om dat eigenlijk helemaal op die manier te doorlopen. Oké, dat is wel cool. Ja, want mijn ervaring werkt dat heel goed als je inderdaad usability onderzoek hebt gedaan. Je hebt het opgenomen en je moet in je bedrijf die discussie aangaan van ja, oké, maar is het nu wel zo belangrijk? Of hoezo moeten we hier wat doen? Dat is veel werk om dit aan te passen. Nou ja, dan is het heel fijn als je een filmpje kan laten zien van een paar consumenten die compleet uit hun plaat gaan omdat er iets niet werkt. Ja. En dat mensen zien van oké, ja, mensen raken gewoon gefrustreerd met onze website of specifiek op dat punt. Ja. Hier moeten we echt wat mee doen. Nee, klopt. Dat is precies wat wij merken. Het verandert in de organisatie daadwerkelijk de taal. Men gaat meer in emoties praten. Oftewel, dat is ook user experience. Hè, de experience, de beleving. Dat moet allemaal feilloos zijn. Dus inderdaad, zaken dat het goed gaat. Dus kunnen aantonen van hey, we zien alleen maar positieve belevingen voorkomen. Emoties, allemaal enjoyment. Maar inderdaad, dan zeg ja, op het moment dat jij zegt van hey, er is enorme frustratie hier. En we weten dat dit de feedback is die erop is gekomen. Hier willen we echt prioriteit aan geven. En dan heb je dat effectief vast in een dashboard. Waarin je dat ook duidelijk kan laten zien met alle analytics erbij. Dus op die manier worden interne discussies beter beslecht. Convert is het bedrijf achter Convert Experiments. De knippervrije AB-testing tool met enterprise level security die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2 positief en Convert doneert elk jaar $10.000 aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken, ga je naar convert.com/features. Jullie tool haalt dus die emotie uit het gedrag naar boven. Kun je het ook omdraaien? Kunnen jullie met jullie tool of met jullie ervaring dat jullie hebben, kunnen jullie gedrag gaan voorspellen? Ja, inderdaad. We kunnen uiteindelijk nog niet met emoties gedrag gaan voorspellen. Daar heb je een enorme bak aan emotiedata nodig. Nou, inmiddels hebben we veel emotiedata. We testen dagelijks wat 20 participanten via onze tool. Ja, en als je dat koppelt aan die user interaction, dus waar men naartoe kijkt, waar men op klikt, of misschien sterker nog aan een veel grotere database, bijvoorbeeld Google Analytics of Hotjar, dan kun je uiteindelijk op basis van emoties gedrag gaan voorspellen. En ja, dat is voor ons eigenlijk super interessant. Dat is ook iets waar we graag in investeren. Maar we weten ook dat het veel tijd kost. Naar schatting, ja, dan hebben we zeker nog wel na 2 jaar nodig om dat goed te kunnen ontwikkelen op een goede valide wijze. Zodat we enorme meerwaarde kunnen creëren met emotiedata. Ja, precies. Dan zou je dus veel sneller, nadat je inderdaad een prototype hebt, door jullie tool al even kunnen laten scannen, zeg maar, en een soort van voorspelling kunnen doen van, dit kun je verwachten. Ja. Dus sneller bijken zou kunnen stellen. Precies. Ik denk dat er echt een meerwaarde zal zijn op het voorspellen van gedrag op persoonlijkheid. Omdat we heel erg op individuen zitten. We zitten heel erg op journey doorlopen. Dus echt de gedrag op wat vindt de ene wel interessant, vindt de ander niet interessant. Ja. Zien we dat we steeds meer profielen aan het creëren zijn. We zijn al bezig met benchmarken. Aan benchmarken doen we eigenlijk meer aan de commerciële kant. Dus we kijken welke brand hebben we data van. En in welke brandsegment hoort die dan? Onze verzekeringen. En wat zien we daar in emotion voor? En wat zien we daar in gedrag naar voren komen? Het heeft vooral te maken dat bijvoorbeeld verzekeraars eigenlijk hetzelfde soort tool sets gebruiken op een website. Voor autoverzekeringen, ja, moet je al vaak direct je kenteken invullen. Ja, dan weet je al hoe men daarop interacteert. Dan weet je al vaak welke emoties daar naar voren komen. En dan kun je het inderdaad andersom gaan draaien. Dus dan weet je van, hey, er komt een keer een kenteken naar voren op het moment dat je homepage uploadt. Je verwacht eigenlijk dat de emoties dit zal zijn en dit is het gedrag wat erbij hoort. Nou, als je dus ook nog een grote data erbij koppelt, dus Google Analytics, Hotjar of conversietools, dan zou je dat ook op die manier kunnen voorspellen. Met een bepaalde zekerheid. Ja, hoe groot dat of is, dat moet blijken natuurlijk. Nou ja, als je maar een redelijk betrouwbare hint krijgt naar de richting waar het op gaat, dan kun je natuurlijk wel wat mee. Kun je weer mogelijk iteraties verderop wat verkleinen. In ieder geval de kans dat je in een goede richting zit, als je dat kan vergroten, dan is dat fijn natuurlijk. Ja, dat is een eerste stap waarschijnlijk. Gebruikersonderzoek is super belangrijk om te doen en geeft heel veel inzichten die je met alleen analytics nooit naar boven zou halen. En gebruikersonderzoek geeft zo heel veel context aan kwantitatieve en kwalitatieve data die je al hebt. Ja. En ondanks
dat bijvoorbeeld interviews uitvoeren niet heel duur of moeilijk is, zie ik nog heel weinig bedrijven dat daadwerkelijk doen. Als ik nu naar jullie tool kijk en jouw verhaal aanhoor, denk ik, ja, dat is eigenlijk nog een stap verder. Ja. Aan de ene kant denk ik dan, ja, dan zijn er dus maar weinig mensen en bedrijven die extra stap nog gaan zetten. Aan de andere kant denk ik, jullie hebben een hele slikke tool met allemaal leuke grafiekjes en filmpjes. En misschien worden daardoor juist wel makkelijker te verkopen dan de oude vertrouwde interviews. Dus Roderick, zijn jullie gebruiksonderzoek een stuk sexier aan het maken? Gebruiksonderzoek sexy aan het maken. Werkt dat? Nou, in ieder geval, wat we proberen is wel toegankelijker maken. En misschien, ja, door het sexy te maken, wordt het misschien ook wat toegankelijker. In ieder geval, dan krijgt het wel sneller de aandacht. Maar dat is zeker het doel. Ja, dus waar we mee bezig zijn, dus inderdaad, hè, dus die emotie inzicht, die echte user experience toegankelijk maken. Ja, dat is ons grootste doel. Dat iedereen het snapt, iedereen het makkelijk kan gebruiken, snel kan aanvragen, snel de inzichten kan vergaren. En daarmee bezig kan zijn met een optimalisatie, interface optimalisatie. Ja, dat heeft voor ons het grootste doel. Als we kijken nu naar de huidige markt, en natuurlijk dan de Nederlandse markt, ja, dan is het voornamelijk toch nog echt het topsegment die hier mee bezig is. Ja. Ja, waarom? Ja, ondanks dat we bezig zijn met het toegankelijk maken van, blijft nog steeds een kostbare investering voor website optimalisatie. Dus je moet daadwerkelijk bezig zijn als bedrijf, een focus hebben op user experience verbetering. Met als doelstelling bijvoorbeeld voor conversie, of loyaliteit, of servicebeleving. Ja, je moet de volgende stap als bedrijf moet je wel op orde hebben, zeg maar. Je moet wel die aanbevelingen van jullie moet je wel kunnen doorvoeren. Als je kan niet, bij jullie houdt het niet op, zeg maar. Je moet die aanbevelingen kunnen omzetten in ofwel AB-testen ofwel directe verbeteringen. Maar als je dat proces überhaupt niet goed op gang hebt, dan heeft het weinig zin. Precies. Nee, wat we merken inderdaad, kijk, iedere onderzoeker weet al heel goed dat met één meetinstrument, ja, dan heb je niet zoveel aan. Nee. Je moet eigenlijk een eigen pakket maken met meetinstrumenten. En wij zijn er één van. Ik denk voor usability test inderdaad, kunnen we efficiënt, snel dit soort inzichten leveren, waar je duidelijk ook weet van, hé, hier gaan we die tijd aan geven. Maar wat we merken bijvoorbeeld, hè, om te vergelijken met traditioneel usability onderzoek, waar je interviews gaat afnemen, kun je af en toe ook wat marktvragen stellen. Bijvoorbeeld, wat vind je van deze propositie? Of ben je bekend met ons merk, et cetera. Nou, dat zijn de inzichten die wij dus niet leveren. We focussen echt puur op die user interaction. En de emoties bij, dus user interaction in combinatie met user experience. Of bij ons vooral emotie. Dus ja, wat zeggen, we zijn een onderdeel van ja, eigenlijk de scala van toolset. Ja. Als we kijken naar UX, waar toch heel weinig in te vinden is. Ja, en wij gefocust dus op ja, objectiviteit, objectieve data. En proberen zoveel mogelijk subjectiviteit weg te halen. Het enige wat we erin hebben gelaten is de feedback, zodat je ook dat onze klanten ook beter begrijpen van hey, dit is waarom men waarschijnlijk die emotie heeft ervaren. Zodat je voor je doel, hè, dus hypotheses vormen, dat ook wat makkelijker kan doen. Dus eigenlijk een steun te geven van hey, misschien moet je deze kant op denken. Wat voor onderzoek moeten jullie doen voordat jullie aan de slag kunnen met de tool? We gebruiken de tool, we laden de website in en succes. Of doen jullie ook nog van tevoren, we hebben het net al over Google Analytics gehad. Gaan jullie kijken van oké, waar zijn een beetje de zwakke punten zodat we daarop kunnen focussen? Wat is jullie doelgroep zodat we weten welke mensen we moeten uitnodigen? Wat is er nodig voordat jullie van start kunnen gaan? Wat we merken momenteel wat nodig is om te starten met deze Emotion Analytics, is goed helder hebben welke flow je gaat testen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, want op het moment dat je dat weet, ja, dan kan eigenlijk vrijwel alles automatisch gaan. Dus stel, je bent bezig met je sales flow en je weet dat daar een nieuw design op gaat komen. En je weet dat je doelgroep dit budget vaak uitgeeft en deze richting gaat en vaak kiest voor dit product. Maar je wil weten van, hey, hoe kun je het optimaliseren, waar moet je rekening houden met het nieuwe design of et cetera. Dan heb je al een heel goed uitgangspunt om te gaan starten. Dan weet je, dus dit scenario, dit product moet passend aanschaffen. Dan zou je dat eigenlijk al zelf kunnen invullen in een formulier. Dus die formulier die zit ook in de Emotion Analytics platform voor degene die er zelf mee aan de slag kan gaan. Dus gewoon eigenlijk kwestie van invullen en send. Nou, en eigenlijk binnen 3 werkdagen heb je de resultaten en dashboard. Nou, zo volwassen is onze markt niet. Of zo moeilijk is misschien onze toolset. Dus vaak gaat nog met een belletje of even langskomen om test te regelen. We hebben het inmiddels over usability onderzoek.
Dat kost vaak ook even tijd om dat in te zetten, waarheid in te zetten, intern alles afstemmen. Maar als doel is wel dat het zo makkelijk moet gaan. Het moet werkelijk een software als een service zijn. Dus je moet eigenlijk via de software je testen kunnen opvragen en insights verzamelen. En we gaan kijken of we dat nog toegankelijk kunnen maken. Voor een live versie van een Emotion Analytics platform kunnen maken. Of misschien een nieuw product dat echt online schaalbaar is. Wat we eerder hadden besproken, dat helemaal data gedreven is en werkt voorspellingen. Maar goed, we moeten groeien met de riemen die we hebben. We zijn al inderdaad al best ver. Maar inderdaad, vaak komt nog ervoor dat we even een belletje moeten doen. Of echt wat. Als jullie dan een bedrijf spreken waarvan de medewerkers jullie tool willen gaan gebruiken en ze gaan om budget vragen, of ze hebben juist de tool al gebruikt en willen de inzichten implementeren, wat zijn nog de grootste bottlenecks bij die bedrijven waar ze tegenaan lopen om dat voor elkaar te krijgen? Ja, wat we merken voor uitdagingen binnen de organisaties, binnen bedrijven, is afhankelijk van profielen. Kijk, we weten dat UX'ers, die echt bezig met de echte UX-verbetering, die willen dolgraag onze platform gebruiken. Inderdaad, je aangeeft, sexy. De school, je ziet alle data op basis van emoties. Maar wat zij merken is dat UX-focus binnen organisatie toch een lagere prioriteit heeft. Er wordt vaak gekeken naar KPIs, dus omzet, conversie. Dus je zou vaak dan een conversiespecialist moeten overtuigen, of een product owner. Of misschien zelfs sterk nog een digital manager. Dat is vaak waar ze tegenaan lopen. Het kan ook zijn dat het ligt aan ons budget voor het uitvoeren van dit soort testen. Het kan zijn dat hij gewoon onvoldoende draagvlak heeft, omdat hij misschien alleen werkt. Of dat hij met zoveel verschillende teams moet werken, bijvoorbeeld het development team. Maar ook als een product owner of een andere manager. Dat vaak die nog overtuigd moet worden. En dan moet gekeken, past het eigenlijk in onze way of working? En hoe past het dan? En wie is waar dan voor verantwoordelijk? Welke resultaten willen we eruit halen? Wat is eigenlijk het doel voor het gebruik van deze nieuwe toolset? En waarom weer een nieuwe toolset erbij? Dat zijn alle vragen die naar voren komen. En ik kan voor z'n allen zeker argumenten verzinnen. Maar je moet voorstellen voor dit soort profielen die eigenlijk heel graag mee willen werken en eigenlijk ook owners zullen zijn van de platform, het Emotion Analytics platform, omdat zij daadwerkelijk daarmee aan de slag gaan. Merken we in een organisatie dat het voor hen het meest lastig is om dit door de organisatie heen te krijgen. Ook vaak omdat ze de taal niet spreken. Ja. Dus, wat is UX? Waarom is het belangrijk? Jij weer met je frustratiepunten hier en daar. We zien dat gewoon de omzet goed zijn. En ons focus zit op een nieuw design. Dus waarom gaan we daar niet mee bezig? In plaats van optimaliseren van iets wat we al weten dat het geoptimaliseerd moet worden. Ja, goed. Een beetje de bekende clichés. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Wat zijn de volgende stappen voor jullie tool? Nou, Brainengineers is heel erg bezig met internationalisering. En bezig met het maken van schaalbare producten. We hebben nu over hersendata, hersenonderzoek, emotiedata, interaction, journeys heen. En onze missie is eigenlijk, iedereen kan een Brainengineer zijn. Iedereen kan met dit soort inzichten aan de slag gaan. Voor de toekomst zijn we bezig om dit soort insights toegankelijker te maken. Dus we werken naar een light versie. We hebben nu een Emotion Analytics waar eigenlijk heel veel bevindingen naar voren komen. Met allemaal data. Maar eigenlijk misschien heb je alleen aan de video's voldoende. Dus je mee kan kijken met de correspondenten en tegelijkertijd de emotie terug kan kijken. Of misschien een emotional heatmap. Dus dat op basis van alleen uploaden van de homepage.
wij de emotiedata kunnen weten. Van, hey, waar kijkt men het meest naar, maar welke emotie zal men daar waarschijnlijk voor voelen? En dat men daar naartoe kijkt. Er is nog zoveel te doen met emotiedata. Nou, we hopen daar gewoon hele mooie nieuwe producten uit te kunnen bouwen. Dus het is echt een feestje. We mogen weer nieuwe dingen creëren. Wat ik nog afvroeg, is een van die nieuwe dingen dan misschien een integratie met bestaande analytics tools zoals Google Analytics? Ja, we werken inderdaad toe naar integratie met andere platformen. Dat staat voor ons nu op focus voor het einde van het jaar. En je moet dan denken aan mogelijkheden inderdaad met het koppelen van Google Analytics, waar je dus al enorme interactiedata hebt te koppelen aan onze emotiedata. Maar het kan ook anders, dus bijvoorbeeld klantfeedback. Als je hebt heel veel klantfeedback tools natuurlijk. En wij ontvangen ook neurofeedback. Dus op basis van de emoties ontvangen wij ook feedback. En vragen uit waarom heb jij deze frustratie ervaren. Dus je kunt ook op basis van feedback een voorspelling kunnen maken van emotie en interactie. Ja. Dus ja, ook bijvoorbeeld met een Hotjar of Google Analytics. Eigenlijk de tools die iedere CRO-specialist wel kent natuurlijk. Proberen wij te kijken welke koppeling kunnen we maken, welke meerwaarde kunnen we creëren. Zodat je misschien ook gewoon dit soort emotiedata kan koppelen aan eigenlijk tools die je al beschikt. Wat voor iedereen misschien wel makkelijker maakt. Nou goed, dat is iets voor in de toekomst. We zijn er zeker mee bezig. We weten ook zeker dat het relevant is. Dus het heeft onze focus, staat op de roadmap. En we hopen iets te kunnen creëren. Dat is eigenlijk altijd nog de vraag. En als er mensen nou hierin geïnteresseerd zijn, om een beetje een idee te geven, want wat ik zei, heel veel bedrijven doen überhaupt geen usability onderzoek, dat zou je sowieso moeten doen. Is dit heel veel duurder dan usability onderzoek, waarbij je gewoon wat mensen interviewt? Nee, het is een gemiddelde prijs voor usability onderzoek is €5.000. Nou, dat is voor ons ook hetzelfde bedrag. Ik denk, we kunnen gewoon open over zijn, aangezien de doelgroep die je naar luistert, die weet het zelf ook. Het is alleen de vraag, op het moment dat je zelf usability onderzoek gaat doen, dan kost je tijd. En ga je betalen dan voor usability onderzoek of ga je er zelf tijd in investeren? En wat past het beste ook in je way of working? Dus ben je gewoon weer meer ad hoc, gewoon even informatie ophalen. Ja, dan is eigenlijk voor nu nog even snel even een interview doen. Maar op het moment dat je echt een serieus focus hebt op UX-verbetering, dan is het interessanter om usability onderzoek professioneel te laten aanvragen. Dus je dan kant en klaar eigenlijk naar voren krijgt van hey, dit kan naar voren, hier moet je prioriteit aan geven. En dan is de keuze, ga je voor een tool, dus bijvoorbeeld onze Emotion Analytics platform, of laat je dat door een bedrijf doen die gewoon de interviews traditioneel meer die insight verzamelt. En jullie tool bespaart natuurlijk ook heel veel tijd. Ja, klopt. Die geeft gewoon aan, waar zit de frustratie? Nou hier, dat hoef ik niet zelf bij te houden op mijn eigen klapblokje. Nee, klopt. En je kan het makkelijk delen intern ook. Hè? Dus meerdere accounts kun je aanmaken. Dus je kunt gewoon het hele team kan daar gewoon op inloggen. Ja. En bijvoorbeeld s'avonds laat even interactief doorheen gaan. Maar even kritisch te zijn. Hè? Dus het hangt heel erg af van je doel. Is het website optimalisatie? Nou, bijvoorbeeld voor conversie natuurlijk heel erg interessant. Of ben je bezig met een nieuwe propositie? Op het moment dat je bezig met een nieuwe propositie of iets dergelijks. Ja, dan zou je bijvoorbeeld toch naar het personeel gaan om daar nog wat extra insights te kunnen halen. Dus zoals gezegd, het hangt heel erg af van de way of working. Maar in ons tool, dat is kan een onderdeel zijn van. Ja. Superleuk. Hey, kunnen jullie binnenkort nog ergens zien? Jullie organiseren zelf ook aardig wat meetups? Klopt. We organiseren wel regelmatig meetups. Volgens mij de volgende die staat in maart. We zijn net ook gevestigd in Londen. Dus daar hebben we ook in maart dan de eerste meetup. Oké, tof. Ik plaats in de show notes sowieso een link naar jullie meetup-pagina. Hey Roderick, tof dat je langs wilde komen in het CRO Café. Top, hey, dank je. Dank je voor de mogelijkheid en we spreken elkaar snel weer. Is goed, dankjewel. Doei. Dit was aflevering 7 met Roderick Reigenbach van Braingeneers. Links vind je zoals altijd terug in de show notes. En als je feedback hebt, hoor ik dat graag via onze Facebookgroep of via cro.café/feedback. Volgende week praat ik met Daniel Marcus van ClickValue. Hij heeft onlangs zijn boek gepubliceerd genaamd De 5 groeidrijvers van Digital Marketing Pinball. Hoe je in 8 uur een nieuwe online marketing topscore haalt.
In de podcast doen we het zelfs nog een stukje sneller dan 8 uur en praat ik met Daniel over het verbeteren van je conversie, retentie, orderwaarde, viraliteit en acquisitie. En hoor je wat Daniel heeft met The Who. Tot dan!